tegenpassers te leggen. Daarnaast ook nog samengewerkt met Spinvis, met hele experimentele muziek. Dus hij is in alle tijdsperioden in Nederland en ook, dus ook vanuit Parijs weer eigenlijk heel erg belangrijk geweest. Op basis van deze schets heb ik ook eigenlijk de mogelijkheid gekregen om het beeld ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Dus dat is ook een belangrijke tussenfase geweest. Nou, hier zie je eigenlijk de eerste fase. Het beeld is dus in was gemaakt. Ik hoop dat ik trouwens goed verstaan ben, maar het beeld is in was gemaakt. Ik heb steeds met behulp van warme was, die je dus in een emmer met warm water warm maakt, stuk voor stuk de stukjes was opgebracht en uiteindelijk krijg je dus een basisvorm. Nou, daarin ben je ook eigenlijk aan het zoeken van hoe moet het gaan werken, het haar, wat voor volumes. Dus dat is eigenlijk een eerste fase zoektocht. Nou, dan kom je eigenlijk steeds verder. Krijg het steeds meer gestalte, letterlijk en figuurlijk. Ja, dan is het moment daar. We gaan Edith vragen om het beeld te onthullen. En ik zeg steeds Edith, de echtgenote van. Want ze zei tegen mij, ja, dat vind ik mooi. Als je dat ook op de kaart zegt, dan zei je, het is ook zo mooi, het verbeeld helemaal. En er staat echtgenote. En we hebben ook echt genoten. En voordat zij het onthult, richt zij dat nog even toe. Edith, een vraag en applaus voor Edith Bloemen. Nou, het is wederom heerlijk dat er zoveel vrienden hier zijn om dit moment samen met mij en Simons kinderen mee te maken. Het is een wonderlijke gedachte dat wat wij zo meteen gaan zien ons allen zal overleven. Simon, dat hij generatie op generatie heeft geïnspireerd, het blijft nog steeds doorgegaan. Dit is het vijfde feest in successie en vandaag is het laatste. We hebben een schitterend op 1 juli de schrik van de vuurvogel in Galerie Jochem gehad, waar Bauke Bottelier, een medetuiner, zei, Edith, we gaan een salon-expositie van maken. We hebben afgelopen weekend op onze tuin hebben het Simon Vinkenoog Theater bij de Boom mogen openen. Afgelopen donderdag in Gent was er een middeleeuwse tuin tijdens de Gentsefeesten. Simon was lid van de Honest Arts Movement in Gent. En ze zeiden, we willen gewoon een hommage brengen aan deze man die ons alles al heeft geïnspireerd. En daar stonden 23 levensgrote gekleurde, weerbestendige panelen met gedichten van hem. En nu dus dit geweldige beeld. Jeroen, ik vind het fijn dat jij hem schaart in jouw rij iconen. Hij is voor velen van ons inderdaad heel erg belangrijk geweest. En ik hoop dat hij dat nog heel erg lang zal blijven. Dank je. Als je een winter nooit moet en zo beginnen we elkaar zeggen: mijn zonnebroer, mijn zonnekind. En dit te begrijpen zou dan niet gelukkig zijn. De linde van tijd van vruchtbaarheid. Solicitors and monitoring.